Wat ik mooi vind is dat je als toezichthouder vanuit iets wat toch best een bescheiden rol is, hè, al maken we het vaak heel erg groot, toch heel veel invloed uit kunt oefenen. Dat vind ik mooi, op een heel belangrijk terrein in Nederland, de volkshuisvesting. Een heel mooi terrein. Als toezichthouder in het algemeen vind ik het ook belangrijk om altijd net iets verder te denken dan de organisatie. En vragen te stellen die verder gaan dan de informatie die je krijgt van de organisatie. Dus wat is er nog meer, bijvoorbeeld? Wat komt hierna? Jullie hebben het nu allemaal prachtig voor elkaar. Maar wat zie je eigenlijk niet? Dat betekent voor deze nieuwe fase ook dat we op zoek moeten gaan naar andersoortige informatie als toezichthouders. Minder getallen, maar meer ervaringen en meer verhalen. Een voorbeeld daarvan is een film die 2 maanden geleden werd uitgezonden. Die heet Verward. Die gaat over een van de huurders in Den Bosch. En die huurder heeft zelf gefilmd hoe zijn leven eruit ziet. En of die nou verward is of niet. Het geeft een heel indringend inkijkje in hoe in sommige complexen steeds meer mensen bij elkaar wonen. Waar die zorg nodig hebben. Die iets van elkaar nodig hebben. En daar hebben de huurders het moeilijk mee, onderling. Maar daar hebben ook de medewerkers het zwaar mee. Dat zijn hele moeilijke vraagstukken. En als ik zo'n filmpje heb gezien, dat filmpje kwam ontzettend bij me binnen. Dan kan ik ook veel beter snappen hoe het zit met die werkdruk. En hoe het zit met de belasting in de organisatie om met dit soort vraagstukken om te gaan. Als toezichthouder denk ik dat je een zware verantwoordelijkheid hebt. En als dat maatschappelijk aandeelhouder is, dan zeker. En hoe vervul ik die dan, dat aandeelhouderschap? Ik denk dat ik die vervul met de kennis die ik heb van volkshuisvesting en van publiek vastgoed. En ik denk dat ik die vervul door dat ik iemand ben die altijd onverwachte vragen stelt en ook altijd informatie wil horen, waar iedereen het dan toch ook wel graag over wil hebben. Ja. Nou, als voorbeeld van lokale aanspreekbaarheid was ik 2 weken geleden in Zundert op de inwijding van de Mariakapel. Voor de gemeenschap een enorm belangrijk evenement. En ik ben daar gewoon bij geweest en ik heb gewoon kennis genomen van dat ritueel. En dat helpt mij om toezichthouder te zijn, omdat het ook de leefwereld van die mensen is. Belanghouders, die moeten we gewoon samenvatten als huurders van nu en huurders van de toekomst. En die belangen lopen niet altijd parallel van de huurders van nu en de huurders van de toekomst. Kijk maar naar verduurzaming. Dat is toch een lastig vraagstuk. Wat voor huurders van nu misschien niet altijd voordelen heeft. Maar voor de huurders van de toekomst is het gewoon van levensbelang. Dus ik vind het wel belangrijk om die spanning te laten zien, dat die er is. En ook te laten zien dat daarin besluiten moeten worden genomen. Die niet alleen voor de huurders van nu, maar ook voor die van de toekomst van belang zijn. Dat is het uitstellen van je oordeel. Op je handen zitten, blijf vragen. Allerlei soorten vragen, allerlei soorten informatie. Niet alleen maar papier. Stel je oordeel uit. Wees niet bang om op de stoel van de bestuurder te gaan zitten. Spreek dat gewoon af met de bestuurder. Dat als je te veel die kant op gaat, dat hij een duwtje teruggeeft. Maar voel je vrij om informatie op te halen uit het bedrijf en uit de woningen, uit de huurders. Voel je daar vrij in.